2020 was een memorabel jaar. Kerst en nieuwjaar vieren we helaas zonder elkaar. Sinds dit jaar zijn contacten via de virtuele weg het nieuwe normaal. Daarom brengt het Schepencollege van Oudsbergen voor alle kijkers van TV Limburg hun nieuwjaarsbrief digitaal. Beste Oudsbergenaren, 2020 was een bijzonder jaar. We moesten ons kot blijven en contacten met vrienden en familie beperken. Onze verenigingen moesten helaas hun activiteiten stopzetten. Onze sporthallen en culturele infrastructuur ging op slot. Horecazaken gingen dicht. Onze lokale handelaars hebben uw steun nu meer dan nodig. De zorgverleners draaiden overuren om de beste zorg te kunnen bieden. We gingen op een andere manier aan het werk. Thuiswerken, op afspraak of meer online. En ook al gebeurde alles van op afstand, toch zagen we Oudsbergenaren naar elkaar toe groeien. Er ontstonden veel mooie en warme initiatieven om elkaar te ondersteunen. Kinderen maakten tekeningen voor rusthuisbewoners of gaven een straatconcertje voor de buren. Onze vrijwilligers stroopten gelukkig hun mouwen op en gingen samen voor Oudsbergen aan de slag. Onze handelaars bleven niet bij de pakken zitten en vonden zichzelf opnieuw uit. We herontdekten de natuur, wandelwegen en prachtige fietspaden in onze mooie groene gemeente. Hopelijk kunnen we dit moeilijk jaar op een mooie manier afsluiten en goed aan het nieuwe jaar beginnen. Geniet van de feesten, maar vier in je eigen gezin. Stuur een kaartje of feest mee via de webcam. En denk eraan, geen vuurwerk, hè? We zijn ervan overtuigd dat 2021 ons veel mooie dingen zal brengen. We hebben alvast heel veel voor u in petto. Een nieuwe dienstverlening op afspraak. Nieuwe veilige fietsverbindingen. Hopelijk mogen we opnieuw activiteiten en evenementen organiseren. En stilletjes aan weer samenkomen. 2021 wordt het jaar van de hoop. Wacht, wat was dat weer? Zoommachine. Ja. Wij wensen u een schitterend en gezond nieuw jaar. Fijne feestdagen. 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 Fijne feestdagen.